Oké. Hey, volgende week bij school, Gerrit. Ja. We gaan weer los. Ja, ik heb er zin in. Jij ook, Jan? Ik ook. Het was een slechte film. Een heleboel leerlingen zullen denken van ja, het was lekker. Maar wij weten ook van een heleboel leerlingen, ik mis school toch stiekem wel. Ja, ik in ieder geval wel. Ja. Maar er gaan wel een heleboel dingen veranderen. Namelijk, wij zitten in de coronaperiode. Ja. Ook wij moeten onze aanpassingen doen. Dus als jullie volgende week op een fiets komen, dan is niet jullie plein. Dat geldt voor de schakelklasse ook. Niet meer de fietsen daarvoor neerzetten. Alle fietsen komen op dit grote plein. Ja, dus, en we beginnen ook direct maar met 1,5 meter afstand. Ja, dat deden wij dus niet. Wij gaven het slechte voorbeeld. Maar op school moeten we dus wel die 1,5 meter aanhouden. Dus, we gaan verder. We gaan een route lopen. We nemen je mee. Je komt op het welbekende schoolplein. Met je fietsje, overlopend. En echt? Dat doe je niet in een hele groep, hè? Dat doe je gewoon, als je school opkomt, lekker naar het plein toe en je parkeert je fiets in het daarvoor bestemde rekkie. Lekker uit elkaar, hou ook daar afstand. Alsjeblieft. En heb je les? Waar heb je les? Je hebt les in de A-vleugel, de B-vleugel, de C-vleugel, de D-vleugel, de E-vleugel en de derdejaars alleen ook in de G-vleugel. Maar de eerste en de tweede jaar niet. Waar moet je heen? Nou, dat laten we je zien. Heb je bijvoorbeeld les in de B-vleugel? Dat zijn dus de sporthal en muziek en bevo. Dan loop je mee. Kom maar mee, dan laten we je zien waar je heen moet. Het is natuurlijk vertrouwd terrein. Ja. Want daar zie je de hoofdingang naar de kantine. Dus we zijn op het fietsenplein. En normaal ga je altijd de kantine in. Maar die gebruiken we niet. En dat is dus nou verboden terrein. Dus we gaan weer los met regels. Je gaat niet naar de kantine, je gaat ook niet naar je kluisje. En dan komen we dus, wat je vroeger eigenlijk nooit mocht, gebruik maken van een nooduitgang. Dat gaan we nou wel doen. Nu wel. En kijk, hier staat het al heel duidelijk aangegeven. Ingang B-vleugel. Heb je beneden les in de gymzaal? En volgens mij, Jan, juf Jelly en juf Erika, die zouden met een schakel in een sporthal zitten? Die kunnen in de sporthal, ja, dat kan heel goed. Nou, dan ga je hier naar binnen, kom maar mee. En natuurlijk eerst, kijk, een gelletje op je handen. 1 puffje is genoeg. Je smeert het uit. Vergeet je duimen niet, je vingers niet. Hartstikke goed doen. Liever wat langer dan te kort. En dan zie je hier, kom even verder. De voetstapjes zie ik. Voetstapjes en allemaal tekentjes. Die tekentjes gebruiken we hier op school namelijk. Dit is natuurlijk hartstikke belangrijk. Was je handen regelmatig. We houden zoveel rechts mogelijk. Dus dat betekent in de gang dat je aan de rechterkant moet lopen. Dus niet aan de linkerkant. Houd 1,50. Duidelijk. Hebben we ook wc's? Komen we straks op terug. Ja? Kijk naar de grond. Hier zie je dus stapjes. Die gaan naar boven. Dus langs de rechterkant van de trap naar boven. En dan ga je verder je route vervolgen. En speciaal voor de schakelleerlingen hebben we hier voetjes neergezet. En we lopen die kant ook even uit. Ga je mee? Ik volg je. Oh, ik moet even naar de wc. Oh, dit is. En wat moeten we dan doen, Jan? Ja, ik mag naar de wc, dat kan. Liever niet natuurlijk, maar ik ga naar het toilet. En we hebben dat voorzien van een bordje. Ik ga naar het toilet toe, ik draai het bordje om, is hij bezet. Het is natuurlijk een hele leuke grap dat als je weer van het toilet af gaat om het bordje niet om te draaien, wij letten daar wel op. Ja? Dus maar ben je klaar met je toiletbezoek, draai het bordje weer even om dat hij beschikbaar is. Eigenlijk heel simpel. Want er mag maar 1 persoon per keer naar de wc. Ook al zijn er 2 of 3 wc's. Ja. Er mag maar 1 in deze ruimte. 1 persoon in de unit. Ja? Nou, lopen we verder. Waar gaan we heen, Gerrit? Blauwe voetjes zie ik. Ja, blauwe voetjes. Hier rechts houden. Hé! Hey. Ja, en we lopen door. Zo rechts mogelijk, hè? Zo, ja. Nou, we zijn hier in of bij gymnastiekzaal nummertje 3. En je hebt alles al gedaan. Je handjes gewassen. De deur staat open. En je gaat gewoon net als anders je klas in. Alleen in dit geval zit je nu in de gymnastiekzaal. Ja, hoe gek weer te hebben. Maar ja, beter iets dan niets.
De docenten kunnen gewoon lekker hun lesjes geven hier zo. De borden staan klaar, de bureaus staan klaar. En alle tafeltjes staan zeker op 1,5 meter afstand. Dus eigenlijk ga je gewoon een plekje opzoeken. Alles is veilig. En kijk even, elk tafeltje heeft ook zijn nummertje. Dus ik denk dat de twee docenten iedereen een nummertje gegeven heeft. En iedereen kan zijn eigen tafeltje zoeken. Heel slim. Wat natuurlijk gold voor de B-vleugel, geldt ook voor de A-vleugel. Hier is de ingang. Je gaat naar binnen. Hier hebben we gekozen voor de rode voetstapjes. En dan staat hij weer, hè? De gel. Even een puffje. Eén pompje is genoeg. Kun je vaak genoeg zeggen. Het is duur spul geworden de laatste tijd. Dus. En je gaat de rode voetjes volgen. Hier kan je dus richting de eerste verdieping en de tweede verdieping gewoon de rode voetstapjes volgen. Rechts houden. Meer hebben we eigenlijk niet. Simpeler kan het niet. Staat hier, 1,5 meter afstand voor de hele school. Dit is de hoofdingang, die heb jij niet nodig. Alleen personeel van school, leraren, docenten, juffrouwen, meesters. En bezoekers natuurlijk. En bezoekers gaan door deze deur, de leerlingen niet. Ingang, E-vleugel. Nou ja, net als bij de A, meer net als bij de B. De gele route trouwens, gele voetjes in de E-vleugel. Moet je naar de eerste etage in de E-vleugel? Gele voetjes, naar boven aan de rechterkant van de trap. We gaan het rond, voetjes volgen, rechterkant van de gang. Niet vergeten, hè? Niet vergeten. Heb je les in de D-vleugel, moet je even wandelen. Dan laten we je zien waar je langs moet. Ga je mee? Dit is herkenbaar. Dit is de fietsenstalling van de mandjes. Geen fietsen dit keer, hè? Nee, op het fietsenplein. Kijk, dit is nou de uitgang voor de E-vleugel. Staat ook duidelijk aangegeven, geen toegang. Dus deze deur gebruik je als je de E-vleugel verlaat. Ingang de E-vleugel. En in de D-vleugel hebben we groene voetjes geplakt op de vloer. En dan ga je naar binnen in de D-vleugel als je op school komt. En hier zie je hem weer. Altijd handen desinfecteren, 1,5 meter afstand. De groene voetjes op de vloer. Je gaat de trap op de boven. Je houdt zoveel mogelijk rechts aan op de trap. Pak de trapleuning niet aan, is niet nodig. Ja, als je hem nodig hebt, dan pak je hem natuurlijk wel. En zo vervolg jij je weg door school naar het lokaal waar je naartoe moet. Einde les, je komt uit je lokaal. Ja? Degene die het dichtst bij de deur zit van het lokaal, verlaat als eerste het lokaal. Ja? Dus kom je lokaal binnen, zoek je plekje op. Zo ver mogelijk in het lokaal. Einde les. Leuk, naar huis toe. De uitgang. Staat hier ook weer één richting verkeer. Dus even goed kijken. Je doet de deur open. En je ziet hier weer de voetjes. Dus je weet waar de route is. Je gaat niet omhoog, maar je gaat naar beneden. En dit zijn de twee laatste voetjes van de route, de groene route dus in dit geval, oftewel de D-vleugel. En je gaat naar buiten via de nooddeur. Dus dat vroeger nooit mocht, mag nu wel. Deur voorzichtig open doen en je gaat naar buiten. Ben je klaar met je lessen en je bent hier uit de nooduitgang richting fietsen gegaan, loop je dus deze richting uit, via dat hek. Voor school langs en dan zo snel mogelijk naar je fiets en lekker naar huis. En dan zien we de volgende dag met veel plezier terug. Ja hoor, en als het onduidelijk is, mag je gerust vragen. Op 1,5 meter afstand doen we graag jullie te woord. Dus heel veel plezier weer op school, nog een paar weken er tegenaan en tot volgende week.